Yo, kijk van de Pooling Team Turner. Leuk, we kijken naar een nieuwe video. Vandaag gingen we naar de TikTok Vlaagwerder toe. En ja, die was nog eventjes de sporttrek van Rijn Hilgegein met 3,5 ton sport. 2,5 en 3,5 ton bij elkaar na. En ja. Als trek ging kapot hier op deze baan. En ja. Hier zien ze ons trekken. Hier hoor je heel erg wat ik ging fluiten. Hier even 27 kilometer. Verder even nog een paar keer in de 30 geprobeerd en dat wil niet, hij kon niet optrekken. Zo zien jullie dit ook hierin. Hier ging het mis. Dan gaan we verder nog een keer proberen. Was de adem los. Ik ging ook in 30 proberen, hij kon niet echt vooruit krijgen. Hij had 1,5 turbo druk, maar hij ging kapot. Dat was vorige week ook al zo. Maar dat wisten wij niet. Dus nou wel, want papa had 1,5 turbo druk. 1,5 bar turbo druk. En ja, hij doet niet meer echt trekken. Hij trekt nog wel, maar de temperatuur is ook minder. Aan het einde van de video hebben wij ook de foto's. En hebben wij hem op het was dat we klep gingen bestellen. Ik heb hem dan ook minder timing, zeg maar. Ik ben ook nog versteld. Deze reed ook heel hard. Eigenlijk. Nieuw motorblok, hè? En nieuwe pomp. Alleen deze tikken heel erg. Dat vind ik niet jammer. Ging het ook mis. Elke keer even proberen. Geen mis. Mijn vader reed in 2,5. Alleen in 2,5 en 3,5 hebben ze bij elkaar ingedaan in 3,5. Dus mijn vader was eerst. En dan kwam Rijnt. En dan kwam... los, alleen los. Hier, dit was kapot, die slang. Ja, was van vorig jaar al gebeurd. Allee, nou kon je het horen, want hij piepte heel erg, fluiten. Nee, we hebben een nieuwe voor besteld. Die is dat nu ook. Die komt er ook op. Maandag hebben wij Tekkertrek aan Schonebeek. Daar gaan we ook heen. Ik heb even klep gesteld. Nou ja. Hier nog een paar video's, haar foto's. Doe vast een abonneer en like op deze video. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen, tot de volgende video. En dan zeg ik bye bye.